Nou, ik denk dat we een heel mooi onderwerp. We gaan natuurlijk de masterclass meetbaar maken van de HRM meemaken. We hebben twee fantastische sprekers en die mag ik ondersteunen. Maar wat we mee gaan maken is denk ik een van de nieuwe trends in HRM. Die een hoge vlucht neemt de laatste tijd. Lux Meijer is natuurlijk specialist op dat onderwerp. En Helma die dat heel mooi gaat introduceren. Dus we hebben een mengelmoes van, ik denk in HRM een stukje over efficiëntie en effectiviteit. En ik denk dat de toehoorders een geweldig verhaal gaan krijgen. En we gaan proberen een feestje van te maken. Wat ik vandaag heb proberen mee te geven is dat HR meer moet bezig zijn met het berekenen of het kwantificeren van de impact van investeringen in menselijke processen. De impact op organisatie of op de business. Ik geef ze een inzage in wat trends die er zijn. Dat zijn er eigenlijk zoveel dat het er vooral om gaat welke trends gebruik ik nu in mijn bedrijf en welke niet. Dus ik wil ze daar eigenlijk tools bij geven. En ook dan weer verder inzoomen op van waarom lukt dat wel bij het ene bedrijf en bij het andere bedrijf niet. Er zijn heel veel trends. Wat ik heel erg belangrijk vind is dat HR business partner en strategisch partner wordt van het MT. En daar hoort wat mij betreft HR Analytics bij. Ik zit nu zo'n 18 jaar in het vak, om het zo maar te zeggen. En ik probeer altijd aan de innovatieve kant van ons vak te zitten. En ja, dit onderwerp, het meetbaar maken, niet zozeer van HRM, maar van het resultaat van HRM, juist binnen bedrijven. Ja, dat vind ik fantastisch. Dat is iets wat mij enorm aanspreekt. En ik denk dat dit onze schaamte die we wel eens hebben als HR, van ons af kunnen gooien. En dat we nu eens echt een keertje onze toegevoegde waarde kunnen bewijzen. Ik verwacht dat we met de zaal in gesprek komen over waar zij mee bezig zijn en wat wij kunnen toevoegen vanuit onze verhalen. En daar zal een rol voor mij liggen, maar ik denk ook zeker een hele belangrijke rol voor Luc. De zaal was erg actief, vond ik. Was een heel goede interactie. De zaal zelf was eigenlijk erg goed. We zaten heel dicht bij elkaar, dus het was een heel levendige sessie. Ik vond het een goede masterclass. Dus voor mij heeft Luc daar goed inzicht in. En ook wel een beetje de vernieuwende rol van HR Analytics. Maar toch de belang daarvan, dus dat vond ik het meest relevant. De zaal was heel enthousiast. Ze deden mee in de discussies. Ik hoor ook in de pauze nu dat het er nog over gaat. Dus het raakt mensen en niet alleen mijzelf, maar ook die boodschap over kunnen brengen van hoe moeten we daar nu mee omgaan. Wat mij aanzet tot nadenken en eigenlijk moet ik zeggen altijd weer opnieuw, zijn vragen van mensen in de zin van hoe start ik daar nou mee? Wat zijn de eerste stappen die ik zet? Wat vertel ik mijn baas daarover? Dat doet mij toch altijd wel opnieuw nadenken over hoe kan ik mensen daarbij helpen? Hoe kan ik ze daar een stukje in begeleiden? Want dat is effectief wel een moeilijk proces. Wat ik altijd daarbij vertel is, neem gewoon één belangrijke business prioriteit of een organisatieprioriteit of neem een belangrijk probleem dat zich voordoet in de organisatie en ga eens kijken of je dat inzichtelijk kan onderbouwen met goede impactanalyses. En op die manier ga je in feite dat proces van kwantificeren van de impact leren beheersen, maar je gaat daarmee dan ook je eerste stappen zetten naar het management toe, die ongetwijfeld als het goede analyses zijn, interesse zullen hebben in die analyses en dan ben je eigenlijk automatisch van start.